Deze is heel lekker, hè? Ja, echt. Heerlijke wedstrijd. Heerlijke overwinning. Iedereen is blij. Volgende ronde tegen Willem II, derby gewonnen. Dus ja, perfect night. Op basis waarvan hebben we deze wedstrijd gewonnen vandaag? Sorry? Op basis waarvan hebben we deze wedstrijd gewonnen? Ja. Ik denk over alles. Goed gespeeld, vecht, beleving. Ja, die trainer zei, die beker is zo belangrijk. Ook zoals die competitie. Dus we vechten voor alle competities, voor alle wedstrijden. En nu we zijn helemaal blij. We speelden vandaag met een heel ander elftal. Maar het leek alsof we erg op elkaar ingespeeld waren. Ja, eigenlijk. Die trainer zei, we hebben geen basis, geen wisselspelers. We hebben één team, één ploeg. Dus die niveau was gewoon hetzelfde. Ik denk dat dat belangrijk is. Iedereen gewoon scherp bij elke wedstrijd, elke training. Dus vandaag we hebben gezien dat we hebben één ploeg gewoon. De supporters gaven hier al heel veel steuntjes in de rug, hè, vandaag. Ja. Die supporters waren hier ook sterk. Zoals wij bij de veld. Dus we zijn helemaal blij. Vandaag was onze avond eigenlijk. Is dan helemaal mooi om na de wedstrijd zo'n feest te vieren met de supporters? Ja, altijd. We willen altijd die kas geven naar die supporters. Ze zijn altijd achter ons. Dus we willen ook die plezier geven. En ik denk dat ze hebben genoten van die avond. Je hebt al wel heel veel posities gespeeld dit seizoen. En nu mag je ook eindelijk weer een keer scoren. Ja. Dus voor mij is het perfect. Als ik ben op veld, dan ben ik blij. En als je scoort, is die bonus van die avond. Altijd tijd voor een dansje dan, hè? Ja, altijd. Zondag wacht weer een belangrijke wedstrijd. Hoe bereiden we ons daarop voor? Ik denk voor vertrouwen is de beste manier om die wedstrijd te voorbereiden. Dus voor ons, die rust is sneller als je wint. Dus we gaan nu die focus laten op die wedstrijd. Nu deze wedstrijd is gewoon gedaan. We gaan genieten vandaag en dan morgen gewoon naar die volgende wedstrijd. We zitten natuurlijk in een goede flow. Gewonnen van Sparta, nu weer gewonnen. Brengt dat extra vertrouwen richting zondag? Ja, zeker. Als je wint, die vertrouwen is altijd beter. Maar natuurlijk, we weten gewoon, we gaan niet alle wedstrijden winnen. Maar we moeten onze vertrouwen altijd omhoog laten staan. En proberen onze voetbal te spelen. Soms je speelt goed en leuk niet. En soms je speelt niet echt goed. Maar ja, je wint die wedstrijd. Dus we moeten gewoon durven spelen zoals vandaag. En sowieso die punten gaan komen. Even nagenieten en op naar zondag. Ja, op naar zondag.